Ik denk dat Grookey voor de Nuzlocke Challenge de beste keuze heeft. Want volgens mij is Grookey het beste in verdedigen. Dus Grookey, jij bent de eerste Pokémon in mijn team. Yo Nintendo fans, welkom bij de moeilijkste Pokémon Challenge. De Nuzlocke Challenge. In deze challenge mogen er geen Pokémon doodgaan jongens. En mogen we alleen de eerste Pokémon vangen die er op onze route is. We gaan nu battelen tegen Hop. En ik hoop maar dat er niemand kapot gaat. Doe vast een blauw duimpje omhoog als je deze serie vet vindt. Als je deze challenge vet vindt. En vergeet niet te abonneren als je elke dag Nintendo video's wil zien. En dan gaan we kijken. Wooloo tegen Wooloo. Dus mijn Wooloo zou sneller moeten zijn. Dus dan heb ik niks aan payback. Dat is jammer. Ja, lekker aan het rollen, jongens. Ja, dit wordt een battle der ultieme rollers. Ik heb wel het idee dat ik ook een goede Wooloo aan de haak heb geslagen, jongens. Volgens mij gaat het allemaal dikke prima. Hij gaat nu mijn aanval nerven. Oftewel, mijn aanval verzwakken. Dus ik denk dat ik nu één extra beurt nodig heb. Anders had ik die Wooloo gehad in deze beurt. Ja hoor, lekker gedaan. De eerste Pokémon van Hoppy is weg. Zonder dat een Pokémon van ons down gaat. Gelukkig maar. Ik wil niet nu al een Pokémon verliezen. Hij stuurt er nu Sobble uit. En dan ga ik natuurlijk switchen naar Grookey. Grookey, mijn starter. Volgens mij is dat een prima startertje. Ik moet alleen uitkijken voor special attacks. Want de special defense van mijn Grookey, die is niet zo hoog. We hebben Sobble bijna in één klap genakt. Lekker. Ik blijf het toch spannend vinden hoor. Straks doet hij ineens een hele gekke move of zo. En dan zijn we opeens kapot. Ja, dat gaat niet gebeuren met waterpistool. Oké, Sobble is weg. Daar hebben we geen last meer van. En we hebben ook nog een Nickit. Die is nu naar level 8. En daarvan is de special attack en de special defense het best. En we moeten nu tegen Rookie die. Ja. En die heeft super effective moves, hè, tegen Grookey. Ik hou Grookey. Ik neem hier een risico mee, jongens. Nou, Rookie die is nu nog maar level 5. Ik denk dat hij misschien nog geen eens een flying attack kent. Ja, dit moet wel lukken. Ook al heeft hij super effective moves, hij heeft pack. Kijk, deze is de super effective. Gelukkig zijn we 6 levels hoger. En daarmee, met deze scratch is het klaar. En is ook Rookie die helemaal weg. Nou, dit moet ik niet te vaak doen, jongens. Ik moet niet te vaak dit risicootje nemen. En we hebben Hop voor de tweede keer verslagen. Lekker. Ik vond dit toch wel spannend. Ja, met deze Nuzlocke Challenge hoef je maar één foutje te maken. En je bent gelijk een Pokémon kwijt. Ik ben daar zo bang voor. Na de battle met Hop krijgen we hier onze Dynamax armbandjes. En na een battle met een Squirtle groeien Grookey naar level 12. En Wooloo naar level 9. Oh, en Grookey leert hier Razor Leaf. En dat doen we in plaats van Taunt. En eenmaal terug in Wedgehurst moeten we dan met Hop naar het treinstation. En na een gezellig ritje in de trein belanden we... in de Wilderia. En ook hier mogen we maar één Pokémon vangen. Alleen de eerste Pokémon die we zien. Nou weet ik dat hier links heel vaak een Onix spant. Dus wat ik ga proberen is langs de rechterkant te lopen en dan hier het gras in. Het is een Combi en het is een Benelby die we mogen vangen. Ja. Als we pech hebben met Combi, dan hebben we er niks aan. Weet je wat? Ja, dan gaan we toch maar voor Diggersby, uiteindelijk. Door een Benelby te proberen te vangen. Een level 9 vrouwtjes Benelby. Hopen dat we die trouwens niet in één keer kapot maken. Nee, oké, die maken we niet in één keer kapot. Ja, dan hebben we wel twee Normal-type Pokémon in ons team. Alleen, Diggersby, die is strakjes ook een Ground-type Pokémon. Dus die is Normal en Ground. Dus dat kan op zich nog wel handig zijn. Laten we hem vangen. Hebben we toch nog een konijntje, jongens. Want we hebben tenslotte geen Scorbunny gekozen als starter Pokémon. Komt-ie? Hij komt. De lieve goede Sint. Oh nee, dat is net voorbij. Nickit gaat ondertussen naar level 9. Het probleem met Nickit is wel dat hij niet echt goede moves leert in het begin. En hier hebben we een Benelby erbij. Oké, doei combi's. Doei, laters. Spant hier dan die Onix? Of nu niet? Ja, kijk, die Onix, maar die moeten we echt niet gaan aanvallen. Daar worden we echt door genakt. Sowieso is het niet echt slim om hier Pokémon aan te gaan vallen die niet in het gras lopen, zoals deze Vespiqueen. Daar moeten we echt gewoon niet aan beginnen. De volgende stop is Moto Stoke City. We krijgen ondertussen van Leon de Miracle Seed, die mijn Grass-type moves boost. Dus dat is super handig voor Grookey. Die staat hier en die kunnen we aan Grookey geven. En in het hotel staat natuurlijk de fanclub van Marnie weer te wachten. Daar zijn ze, jongens. Team Yell. En die moeten we natuurlijk ook even gaan battelen. Beter maken jullie mijn Grookey niet kapot. Maar nogmaals, als mijn Grookey kapot gaat, dan mag ik hem nooit meer gebruiken. Dan moet ik hem vrijlaten. Dat zal toch niet gebeuren, hè, jongens. Dat me in deze battle met Team Yell nu al gaat gebeuren.
Even kijken, een tackle doet... Oh, die doet 4 HP pijn. Oh, als het allemaal 4 HP pijn doet, dan komt het weer goed. Maar hey, het blijft spannend. Zigzagoon, de eerste Zigzagoon is in ieder geval weg. En daar is de volgende challenger. En die gooit een Pokémon die ik zelf ook heb gevangen. Nickert. En die begint met een quick attackie. Dan doe ik Razor Leaf en die mist weer. Ik heb nu 5 keer Razor Leaf gebruikt en hij heeft al 2 keer gemist. Het is niet echt een betrouwbare move blijkbaar. En dat heb je toch wel nodig in een Nuzlocke challenge eigenlijk. Hij is wel sterk. Eigenlijk zou die 1 op de 20 keer moeten missen. Maar hij heeft nu al 2 keer op de 5 keer gemist. Anyway, Grookie gaat weer een leveltje omhoog naar level 13. En ook deze chick, is opgerold, zoals we dat zeggen. Nog meer? Nog meer? Oh, we gaan een 2 tegen 2 battle houden. 2 tegen 2 battles, jongens. Die zijn gevaarlijk. Die wil je eigenlijk niet hebben in Nuzlocke challenges. Of in ieder geval zo min mogelijk. Want wat als allebei die Pokémon opeens op dezelfde Pokémon gaan? Dus als zij nu allebei keihard mijn Pokémon gaan aanvallen, dan gaat die down en dan ben ik die gewoon kwijt. Dan mag ik die niet meer gebruiken. Dat is... Bij deze battle valt het misschien nog mee. Kijk, ik kan ze ook allebei tegelijk raken met Razor Leaf. Dus dat is wel chill. Maar stel dat opeens één van deze twee tegenstanders een vuurtype zou zijn, hè? Ja, dan zou ik een groot probleem kunnen hebben. Woeloo sloopt ondertussen lekker die Zigzagoon. En daarmee gaat mijn Woeloo lekker een leveltje omhoog. En dan is het ook klaar met Nickit. Doei, Nickit. En dat was het. Dat was het. En de volgende morgen melden we ons aan in het stadion. En dan vindt de ceremonie plaats voor de gym challenges die we gaan doen. En de gym challenges, jongens. Ja, dat is toch wel vaak waar het fout gaat, hoor. Hier zijn ze. De gymleaders. Wie zou de grootste problemen gaan veroorzaken? Is het Bee of is het toch Opal of Ryan? Wie zou het zijn? Milo is in ieder geval de eerste. En Nessa wordt de tweede. Dat mag geen probleem zijn voor mijn Grookie. Ja, hier ben ik benieuwd naar. Hier heb ik Diggersby voor nodig. Bee. Ja, aan mijn normal type Pokémon heb ik niks tegen Bee. Opal. Ja, daar heb ik het al genoeg over gehad. Gordy, rock type. Ja, oké. Okay. Dat moet ook een prooi zijn voor mijn Rillaboom. Als die dan er dan nog is. En Ryan is altijd lastig. Ryan is altijd moeilijk met zijn draaktype Pokémon. Laat even weten in de reacties van welke gymleader jij denkt dat die de meeste problemen gaat veroorzaken voor mijn team. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hier een Silk Scar gevonden in Motorstoke City. En die boost de kracht van mijn Noordmol-type Pokémon. En daar heb ik er 2 van. Dus dit is ideaal. Ik geef hem aan Woeloo. Maar voordat we Motorstoke verlaten, hebben we nog een battle tegen Hoppy. Ik ben benieuwd of hij zijn Pokémon al getraind heeft, jongens. Ik heb toch nog 2 Pokémon die onder de level 10 zijn. Ja, kijk, zijn Woeloo is ondertussen gewoon keihard level 11. Dus hij is ook lekker aan het trainen. Maar ik doe Razor Leaf en dat nakt zijn Woeloo bijna in één keer. Tackle, hoppakee. Die kan ik ook weer staan. En dan branch poke. En dan is het klaar met Woeloo, denk ik. 1, 2, 3. Ja hoor, dan is het klaar met Woeloo. Ja, ik heb mijn Grookie tot nu toe heel hard nodig. Mijn andere Pokémon heb ik nog niet heel veel gebruikt. Terwijl nu wel Grookie, Nickit en Benelby allemaal een level omhoog gaan. En Woeloo, Nickit en Benelby, die zijn nu level 10 allemaal. En dan is het nu de beurt aan mijn Woeloo. En die mag het opnemen tegen de Rookie D. Ja, oké. De Rookie D van Hop, die is 2 levels hoger dan mijn Woeloo. Maar mijn Woeloo, die heeft wel een Silk Scarf. Rookie die doet pack. Oh crap. Ik doe tackle. Ik ga nu payback doen. Hij doet namelijk nog een keer pack. Ja, oké. Nou doe ik met payback 2 keer zoveel damage als zijn pack. Dus dat is wel lekker. En nu hopen dat zijn pack niet super effective is. Ik bedoel critical. Hij is niet critical. Ik heb 3 HP over. En daarmee... Woehoe! Snappen jullie nu dat ik niet heel graag een andere Pokémon gebruik dan Grookie op dit moment? Want mijn Woeloo heeft nu nog maar 3 HP over. We switchen terug naar Grookie tegen zijn Sobble. We zijn allebei level 14. Misschien had ik wat harder moeten trainen in de Wild Area. Ik ben er in één keer doorheen gelopen zonder daar te trainen. En volgens mij is dat niet echt een slimme keuze geweest. Want ik heb het gevoel dat Hoppy toch best wel sterk is nu. Hij doet bind... Dat beschadigt mij elke beurt een klein beetje. Maar gelukkig niet heel veel. Oeh, hij gaat een potion gebruiken. Oké. Je wilt deze battle uitstellen. Dat is dus jouw tactiek met bind. Kijk of mijn branch poke genoeg damage doet. Ja hoor. En Sobbeltje is ook weg. Lekker dit. Woeloo en Nickit gaan allebei naar level 11. En dan is er nog steeds geen Pokémon overleden bij mij. Gelukkig. Trouwens, we kunnen nog een Pokémon krijgen. Op Wedgehurst Station. Omdat we natuurlijk de Isle of Armor Pass hebben. En hier komt dan een Slowpokey aangelopen. Slowpoke, kom gezellig in mijn teampie, man. Nou weet ik niet meer welk level deze Slowpoke is. Dus dat wordt nog spannend. Level 12. Oké, nou hoop ik dat ik hem niet in één keer kapot maak met Branchpoke. Nee, dat scheelt. Dat is best wel lekker, jongens. Nog even een level 12 Slowpoke erbij. Daar word ik wel enthousiast van. Want Slowpoke heeft op zich wel goede defense allemaal. En dat wil je hebben in de Nuzlocke Challenge.
Oh, oeps. Juist, ik heb hem verslagen. Maar hij is hier nog steeds. En het is nog steeds de eerste Pokémon die hier is. Dus technisch gezien mag ik deze gewoon nog vangen. Let's go, Pokéball erop. Hoppa. Kom maar, niet te moeilijk doen, Slowpoke. Heb ik geen zin in. Kom maar gewoon in het Pokéballetje. Gezellig, joh. Yes! Grookey is inmiddels level 15. Zo, en dan hebben we er een Slowpoke bij. En dat is natuurlijk nog wel een Galarian Slowpoke, die een Psychic type is. En het mooie is dat als we nu hier doorlopen naar de volgende route, route 3, dat we nog een nieuwe Pokémon mogen vangen. Maar dat gaan we doen in de volgende aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog als je deze challenge vet vindt. En vergeet niet te abonneren, want dan krijg je elke dag de nieuwste Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel! We'll be right back.